Hey guys, ik ben aan het inpakken voor de zoete Grand Prix. Ik ben hier al mijn batterijen aan het laden. Ik heb echt iets belachelijk stom gedaan. Ik heb bijna mijn kot in brand gestoken. Die Movi M10 die werkt met lipo-batterijen. Dat zijn zo van die gevaarlijke batterijen die in brand kunnen vliegen. En dat is wat ik bijna had gedaan. Dit is mijn kabeltje van mijn lader. En ik had belachelijk onnozel. Deze, de lader, die al helemaal is afgeplakt van wat je zeker niet mag doen. Had ik al in de stekker gestoken, dat die al onder stroom zat, dan mijn controleconnector hierin gestoken, voor de veiligheid. En terwijl ook al mijn batterij gekoppeld. En deze twee pinnetjes, die waren tegen elkaar gekomen. En dat was letterlijk instant. Rookdetectors die afgaan. Ik heb die batterij nog van de tafel gesmeten. Die is niet ontploft. Maar ik weet ook niet of dat die nog bruikbaar is. Ik heb twee oude batterijen en net twee nieuwe gekocht. Zie je de vorige vlog. Uiteraard zijn alle twee die nieuwe batterijen beschadigd. De ene batterij die gekoppeld was, daar is de connector naar de lader echt ook mee half gesmolten. En is hier een heel stuk uit. Ik ga die niet meer durven gebruiken. Ik ga die gewoon weggooien. Deze, ja, die heeft hier een beetje beschadiging. Connector is niet beschadigd. En ik denk dat de verpakking niet doorgebrand is. Dus die ga ik nog gebruiken. Leven de lipo-batterijen. Er vroeg mij net iemand online voor wat dienen al die batterijen die je meeneemt. Ik had er een Instagram-post van gedaan. Ik ga het even overlopen, hè. LED-panelen. De Yeti 400, die kennen we van de vorige vlog, om alle batterijen, inclusief mijn laptop, in geval van nood bij te laden. Dat is eigenlijk mijn mobiele workstation generator. Dan de Canon C200 batterijen. De Bose Noise Cancelling Headphone Noise Cancelling lader. GoPro aan het laden. Powerbanks kunnen aan het laden om aan de GoPro te hangen. Tablet laden voor de Movi. En dan de batterijtjes voor de zendersontvangers voor de Sennheisers, voor de draadloze microfoons. En de batterijen voor de Osmo Mobile. Voilà, heel deze berg moet mee voor de volgende dagen in een rugzakje. Hou zeker mijn YouTube kanaal in de gaten voor de volgende dagen. Ook mijn Instagram account, want ik ga proberen zoveel mogelijk, zo snel mogelijk te posten wat dat zoete Grand Prix betreft. Ik ben er vanaf morgen vrijdag, zaterdag namiddag en zondag normaal de hele dag. Dus de Concours d'Elegance, de Tours, de Topmarks, de Bonhams. Ik wil dus heel graag naar die veiling gaan. Ik ben nog nooit naar een veiling geweest. Ik ben nog nooit naar de Zoete Grand Prix geweest. Dit is mijn eerste keer Zoete Grand Prix. Dat is altijd door omstandigheden uitgesteld geweest. En dit is de 10e editie en ik heb gezien dat er ongelooflijk grave bakken gaan staan. Dus ik ga proberen alles te coveren. En zoveel mogelijk behind the scenes mij overal door te wurmen. Oké, thanks for watching. See you in Knokke. En in the meanwhile, like, subscribe, comment. Ik hoor het graag van jullie. Bye.